Dit was een 4-0 bij rust. Daarna al snel 5-0. Half uur later beginnen. Al met al wat een andere wedstrijd dan anders. Ja, klopt. Het was een hele andere wedstrijd dan anders inderdaad. Ja, 2 keer warming-up gedaan. Dus dat is ook wel eens... Nou, ook wel eens raar, zeg maar. Nee, maar ja het is, we hebben ons denk ik wel goed er tegen gewapend. We hebben 5-1 gewonnen. Het was geen grote wedstrijd van ons, vond ik. Maar ja, 5-1 gewonnen. We hebben gedaan wat we moesten doen. En ze zijn nog niet helemaal veilig, maar volgens mij zijn we nu veilig en kunnen we weer lekker naar boven kijken. En hopen dat we het seizoen mooi af kunnen sluiten en het linker rijtje kunnen eindigen. De aftrap stond eerst gepland voor 8:15. Dat werd inderdaad 8:30. Je had het er al over. Hoe sta je op het veld tijdens die warming-up, terwijl je eigenlijk niet weet hoe laat je nou gaat beginnen? Ja, het is allemaal een beetje onduidelijk en iedereen wordt er een beetje van, er wordt een beetje geroemoerd in de kleedkamer en op het veld van wat gaat er nou gebeuren. Maar ja, gelukkig hebben we gespeeld en hoeven niet nog een keer over te spelen. En het is voor ons een prima avond met 3 punten en 5-1 overwinning. Dat is gewoon voor ons prima. Je zei zelf, het was niet hoogstaan. Toch bij rust al 4-0. Dan is het lekker voetballen en dan is het tweede helft een beetje uitvoetballen bijna. Ja, klopt. Nou, we hebben wel tegen elkaar gezegd in de kleedkamer in de rust van jongens, gelijk kopjes erbij vanaf het begin en probeer snel mogelijk nog een goal erbij te maken. Dan kan het misschien nog een hoge score worden, maar dat is helaas niet het geval geworden. Maar volgens mij hebben we de wedstrijd wel redelijk gecontroleerd en 5-1 is prima. En jij scoort niet heel vaak, dus dan, als je dan een van die doelpunten maakt, is het ook wel een keer leuk weer. Ja, dat is wel eens een keer leuk als ik een doelpuntje maak. Dat komt inderdaad niet zo heel vaak voor, maar leuk. Ja, en als je scoort, zijn vaak kopballen. Dit was gewoon een combinatie ook nog. Ja, klopt. Het was een leuke combinatie met Kevin. En hij gaf hem op het juiste moment. En ik kon hem eigenlijk zo binnenschieten. Daarna word je gewisseld, want dan kunnen andere jongens ook wel minuten krijgen. Ja, klopt. Nou, ik heb in de eerste helft tik gehad op mijn knie. Ik heb een eitje op mijn knie zitten. Dus het is een kneuzinkje, maar dat is niet heel erg. Maar uit voorzorg werd ik naar de kant gehaald. Dus vandaar. Ja, en ben je er zaterdag weer bij? Oh, dat verwacht ik wel. Het is een kneuzing, dus als het niet kan, dan doen we een pijnstilletje in en dan gaat het wel.